Het comité Slavernijverleden reageert verbaasd op het nieuws dat Nederland haar excuses gaat aanbieden voor het slavernijverleden. Het Nederlandse kabinet zal volgens Nederlandse media op 19 december zijn verontschuldigingen aanbieden. Johan Rozer, voorzitter van het comité Slavernijverleden, zegt dat de excuses wel verwacht werden, maar niet zo snel en nota bene zonder dat de organisaties in Suriname daarbij gekend zijn. Hij zal daarom opheldering vragen bij president Chandrika Prasad Santokhi en premier Mark Rutte. Wij gaan dus een brief schrijven om te vragen, zowel aan meneer Rutte, als hij daar meer duidelijkheid over kan geven wat die excuses betekenen. Maar we gaan ook aan onze eigen president vragen als hij iets van af weet. Want er komt een Nederlandse minister naar Suriname, dus kennelijk is er een overleg geweest en daar weten wij hoegenaamd niks van. En het is pijnlijk voor de Afro-Surinaamse gemeenschap dat er zo ook met deze kwestie wordt opgegaan. Rozer vertelt dat het comité zal uitkomen met een verklaring om haar standpunt duidelijk te maken. Het NOS-journaal vermeldt dat voor 19 december leden van het kabinet van Rutte zullen afreizen naar Suriname. Zij zullen dan toespraken houden waarin ze namens het Koninkrijk der Nederlanden spijt zullen betuigen. Premier Mark Rutte zal hetzelfde doen in Nederland.